Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkus en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we weer een heel apart bloemstuk maken. Een bloemstuk wat nog nooit eerder online is gekomen hier op het YouTube kanaal. Dus weer net even iets anders. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis en blijf op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En we gaan een heel leuk seizoen in, dus vergeet vooral niet te abonneren, want dan mis je niks. En wil je het pakket van vandaag bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Je vindt dan onder kopje cursuspakketten. Wees snel bij, want op is op. En dan zou ik zeggen, laten we gauw gaan beginnen. Vandaag aan de slag met Oasis Bio, de Solo Ring in een groot formaat, 30 centimeter. En ik knip een keer in mijn vingers en we hebben een halve. Ja, het lijkt alsof ik kan toveren, maar we gaan dus aan de slag met een halve. Dat vind ik ook zo leuk, soms aan steekschuim. Kijk vooral verder, want je kan soms net even iets doen waardoor een product anders lijkt. Waardoor je net een aparte bloemstuk kan maken. De krans op zich is natuurlijk altijd mooi en altijd mooi om op te maken. Maar we gaan het vandaag iets anders doen. Ik heb daarbij ook een heel mooi frame. En eerst zul je denken, wat moet je met zo'n frame? Nou, we gaan hier de krans op bevestigen, de halve krans, de solo ring. En daarop gaan we het bloemstuk maken, waardoor de krans, de halve cirkel, gaat zweven op deze pin. Heel erg tof. Ik haal je er even iets dichterbij, dan kun je precies zien wat ik doe. Allereerst prikken we dus de steekschuimkrans, de solo ring, op de pin. Je kan hem eventueel voorprikken als hij nog droog is. Ik heb hem al vol laten zuigen met water. Let op, nooit onder water duwen, maar zelf vol laten zuigen. En je schuift hem dan op. Geef hem wat tegendruk, zodat hij mooi tegen de achterkant aankomt. Want dan heeft hij mooie stevigheid en dan prik je niet aan de voorkant doorheen, want dat wil je niet. En op die manier schuif je hem erop. Als je dat hebt gedaan, pakken we 1/3 nog van die andere helft. En die prikken we aan deze kant erdoorheen. Dit doen we om hem wat tegengewicht te geven, want anders kipt hij om. En dat willen we natuurlijk niet. Op deze manier blijft hij mooi stevig staan. In het begin zal hij iets lekken omdat je erin hebt geprikt. Maar als hij eenmaal is uitgelekt, laat maar zeggen, dan zal hij het water goed vasthouden. Dat doet Oasis sowieso. Die houdt het water goed vast. En dat is natuurlijk erg belangrijk voor de houdbaarheid van de bloemen. Dus ik laat hem even iets uitlekken en dan gaan we beginnen. We maken er vandaag een heel mooi luxe bloemstuk van. Ik kies voor de paarswit. Ja, echt wat luxe blauw tinten. Maar zeg je van, dat is niet mijn kleur. Dan kan je hem ook altijd een andere kleur bestellen. Maar je zult zien dat deze kleur heel luxe oogt. En ja, een heel tof bloemstuk wordt. Je kan ervoor kiezen om hem open te houden. Geeft een heel leuk effect. Maar je kan hem ook heel subtiel even weer met elkaar verbinden. Door middel van berengras. Dat ga ik als eerste even doen. Dit is echt heel subtiel. Maar geeft wel een heel leuk effect. Heel mooi speels effect ook. Ik moet natuurlijk wel mooi die bollingen inhouden. Als we dat hebben gedaan, leg ik hem neer. Want dat vind ik iets makkelijker steken. Het is belangrijk dat je de bloemen allemaal goed schuin aansnijdt. Aan de buitenzijde werk ik iets naar binnen, zodat je niet in het steekschuim straks kijkt. Ik gebruik mooie fijne materiaaltjes, waaronder mooie roosjes, trosroosjes, limonium, lisiantes. Ja, echt mooie materialen en je steekt hem eigenlijk gewoon vol. Je kan ook op groepen werken, maar ik steek hem op dit moment gemengd vol. Er gaat altijd veel materiaal in een krans, maar ja, het is ook gewoon echt een mooi luxe bloemstuk. Het lijkt ook mooi. Thank you.
heb ik een heel mooi herfstig plantje, Callus herpalis. En die vind ik heel mooi om erbij tussen te verwerken. Je kan zorgen dat het steeltje vrij is, maar je kan het ook even vastzetten met een krammetje. Droogt ook heel mooi in. Zoals jullie van me gewend zijn, spray ik altijd het bloemstuk nog even in met de Floral Life. Even vanaf een afstandje voor een langere houdbaarheid. Dus de finishing touch kan je ook weer vinden in onze webshop. Wat ook nog echt super leuk is, vooral nu tijdens de donkere dagen, het wordt sneller donker 's avonds, is om aan bijvoorbeeld zo'n bloemstuk een mooi lichtsnoertje aan toe te voegen. Het geeft mooi veel warmte, net iets apart en heel veel sfeer in het stuk. Ik zal jullie ook even laten zien hoe dat eruit ziet. Je kan hem dus met of zonder zo'n lichtsnoertje bestellen. Dit is toch gewoon fantastisch. Net even anders dan een gewone krans. Je gebruikt eigenlijk een gewone krans. Maar door hem eventjes in delen te gebruiken op zo'n frame maak je hem echt heel anders. En maak je een heel apart bloemstuk. Heel mooi in deze kleurencombinatie vind ik zelf. Maar je kan natuurlijk in elke kleurencombinatie kan je zo'n krans maken. Hè? Ik heb de Oasis Bio Solo Ring gebruikt. En ik vind het gewoon echt een fantastisch mooi product. Dus ik ben er weer helemaal blij mee. Ik hoop dat jullie het ook weer een leuke video vonden. Dat ik jullie weer leuke ideeën heb kunnen geven. Laat me weten wat je van deze video vindt. En wat je van deze kleurencombinatie vindt. Want ik vind dit echt heel erg tof. Ook zo voor de herfst. Net even anders dan het rood-oranje. Maar wel heel luxe. Ja, echt gewoon prachtig. Goed, ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. We verzenden door heel Nederland, België en Duitsland. Dus waar je ook woont, komt gewoon naar je toe. Extra makkelijk. En dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken. En ik zie jullie bij de volgende keer weer. Doeg!